Daar komt hij hoor, daar komt hij. Zo. Ja, dat mag niet. Dankjewel. Ballon. Ja. Ben ik te horen zo? Wat zegt u? Ben ik te horen zo? Kinderen, kunnen jullie Sinterklaas verstaan? Ja, echt waar. Voilà, dat kan. Is het leuk? En hebben ja? Hippe en Malle en Party het goed gedaan? En zijn jullie blij hier met het winkelcentrum De Akker op? Want al die winkels, die hebben het wel voor elkaar gekregen dat ik hier ben, hè? Sinterklaas, ja. De hoeveelheid brieven die wij hebben gehad van het winkelcentrum. Echt waar? Ja. En mooie tekeningen. En mooie tekeningen. Ook ja. Allemaal tekeningen en brieven en telefoontjes. Ze bleven maar bellen. Ja. Het en is faxen. Fantastisch. Ja, faxen ook. Er is één winkel, die bleef maar faxen. Ongelooflijk. Ja? Dat ze nog faxen hebben, Sinterklaas. En hoe ging dat? Wat stond er in die faxen dan? Nou, ze wilden heel graag voor alle kinderen hier uit de buurt dat wij langskwamen. Dat wij langskwamen. En waarvoor wilden ze dat wij langskwamen? Nou, om meerdere redenen. Sowieso voor een feest. Ja. En natuurlijk ook vanwege de kleurwedstrijd. De kleurwedstrijd, die kan ik mij herinneren. Ja, ja, ja. Dat ja. Die geweest is, hè? Maar Sinterklaas. Jawel. Riepiet heeft volgens mij een aantal spelletjes gedaan. Ja. En nu zie ik hier een aantal vignetjes hangen. Dat klopt. Dat maar moeten wij eerst niet even iets met deze drie grote mannen doen? Oh, dat kan. Want volgens mij, je had het over een tekenwedstrijd. Ja, klopt, Sinterklaas. Dus misschien moeten we dat eerst even afhandelen. Oh, oké. Ja, Sinterklaas. Kom maar eens even bij staan. Want, eens even kijken. Hier heb ik ze, hè. Hier heb ik ze allemaal. Nee. Toch? Ja. Oh, ome, ja, die gaat weer terug in het boek. Dat is een cadeautje, dat Geertje. Eens even kijken, wie had deze mooie gemaakt? Zo. High five. Wat een mooie tekening is dit. En hoe heb je dat gemaakt? Heb je die helemaal alleen gemaakt? Ja. Ik vind het ongelooflijk knap. En deze? Van jou? En lukte dat met... die tanden uit je mond? Ja. Echt waar? Heb jij soms... Hij mist allemaal tanden. Hij heeft veel te veel gesnoept, Sinterklaas. Hij krijgt geen snoep meer. Geen kruidnoten meer. Dat kwam natuurlijk omdat jij iedere keer met je potlood zo zat. Nee. Oh, ik vind hem geweldig. En ik heb er nog één. Ik ga ze alle drie even laten zien omhoog. Maar ik vind het knap, zeg. Applausje voor de tekening. Kijk eens even. Dit ja, en applaus voor alle andere tekeningen, want het waren een heleboel. De winnaars en jullie allemaal bedankt voor de fantastische tekeningen. Maar er kunnen er maar drie winnen. Ja. En die hebben we, hè? Ja. 1, 2 en 3 winnaars. En daar hebben we een cadeautje voor. En volgens mij heeft Opper die al in zijn handen. Ja, Sinterklaas. Dus jullie krijgen een mooi cadeautje. AJ. En dat is? Welk van jullie was AJ? Ik heb niet opgelet. AJ. Jij was AJ? Ja. Dan is deze voor jou. En Sean? Ja. Dan is die voor jou. En Davino? Dan is die voor jou. Heb je je paspoort bij je? Ja. Zeg maar ja hoor. Ja, ze weet, ja. Kan iemand bevestigen dat het Davino is? Ja, is het ja, Davino? Ja, hij is het. Is ja. Op de blauwe Sinterklaas ogen. Sinterklaas weet dat wel, hè. Alsjeblieft, helemaal voor jou. Krijg nou, nog een groot applaus voor onze winnaars. Kijk, van jou ook nog een grote hand. Knap, hoor. En dat van jou ook, hè. Fantastisch, een applaus voor deze kanjers. Ja, hoor. Kijk, nog een hoop lekkers. Ja, in de... handig die capuchons, Sinterklaas. Maar, Party, er zijn nog 2 capuchons te vullen. Oh, die zijn al gedaan. Hartstikke goed. We gingen ook nog een foto maken met ze, heb ik begrepen. Dat kan. Kom er maar eens even bij, hè. Zeven, kom er maar eens even bij. Waar komen we? Even allemaal erbij. Gewoon allemaal lachen. Dan mag ik er ook bij. Ja, kom maar. Ja. Ik weet niet waar ik moet kijken. Allemaal hebben je duim omhoog, hè? Hey. Ja, fantastisch. Staan we er goed op? Ja hoor. High five. Dankjewel. Jullie zijn kanjers. Allemaal. Blijf maar even hier staan, hè. Dan ga je wel zien wat er gebeurt. Blijf eens op het podium, Sinterklaas. Ja, ze mogen. Ja.
Ze zijn mijn eregasten. Ja, dat is waar. Dan gaan ze naast u staan. Ja. Bij Repeat in de buurt. Dan gaan jullie aan die kant staan. Maar jij had ook iets achter mij. Ja, Sinterklaas, want Repeat heeft de gouden envelop ontvangen. Ja. Die hebben de spelletjes gedaan. Ja. Zeg maar de oefeningen voor alle hulppieten. Ja. En, nou, de meisjes hebben gewonnen. Party, ga ze opzij. Nee, Party, ga ze opzij. Wat ben je aan het doen? Wat is er gebeurd? Het is gelijk, ik zie 2-2. Ik weet niet wat er gebeurd is, Sinterklaas, maar volgens mij hingen er net meer punten. Ja. Maar het is nu gelijk spel. Het is gelijk. Ja, maar dat is een beetje vreemd. Dat is raar. Want de meisjes horen te winnen. Nee, dat zeg je verkeerd. Nee, dat is... De meisjes willen winnen, maar de jongens winnen altijd omdat ze beter zijn. Dat nee. Is het. Jongens zijn toch beter? Ja! Al die meisjes zeggen ja. Nee. Luister maar. Zijn de meisjes beter? Ja! Ik hoor alleen... Geen idee, Sinterklaas. Geen idee. Dus daar moeten we dan maar een oplossing voor vinden, opper. Dan doen we nog één spelletje. Eén spelletje, maar dan moeten we een hele intelligente jongen... Ja? En een heel intelligent meisje hier op het podium hebben. Oké. Er staat daar een grijze meneer met een bril. Is dat goed? Even kijken, maar nee. Het moet wel een... Een van de kinderen. Oh, een van de kinderen. En Party, mag dat ook? Party mag ook niet. Oh. Even kijken, hier is een aantal stemmen. Ja, ik zal even kijken hoeveel we er hebben. Oké. Okay. Weet jij veel van Sinterklaas? Jan. Ja, ik denk het wel. Weet jij veel van Sinterklaas? Jan. Nee, niet. Jij wel? Nou, kom jij naar boven? Pas even zoeken, Sinterklaas. Wat heb je? Hoe heet jij? Keanu Lijntjes. Keanu Sinterklaas. En Keanu gaat de jongens vertegenwoordigen. En daar hebben we een prinses. Genoa. Mooie naam, hè, Sinterklaas? En jullie zijn allebei intelligent? Zeg maar ja, hoor. Ja. En even een aanmoedigingsapplaus voor de jongens. Ja. Hard applaus voor de meisjes! Ja, dat hebben ze nodig. Klap maar hard. Ja. Kunnen we ook wel zo doen? We gaan een spelletje doen. En dan gaan we even kijken wie nou echt de beste zijn. De jongens of de meisjes. En dan gaat Ballon, die gaat vragen stellen aan de jongens. En Opper, die gaat vragen stellen aan de meisjes. Ja, dat is een goed idee, Sinterklaas. En ik denk... Even denken dat Ballon gaat beginnen met de eerste vraag. We hebben de kruidnoten als punten, Sinterklaas. Ja, de kruidnoten. Ja. Niet om op te eten, hè? Wie... Ja, jij mag ze wel opeten. Ja? Nee, niet opeten, want dan ben je punten kwijt. Dus... Nou, Ballon, laat maar eens horen. Komt de vraag voor jou. Waarmee komt Sinterklaas naar Nederland? Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. Is goed. Dat is 1. Ja, 1 punt is binnen, Sinterklaas. Ja. Daar komt ie. Ja, daar komt de vraag. Hoe heet het hoofddeksel van Sinterklaas? Meiter. Ah, dat is goed. Goed, hè. Kom, meisjes. Ja! Te makkelijk. Is te makkelijk. Nou, Ballon. Ja, nou op jou. Nou ben jij weer, Ballon. Nu ga ik wel een hele moeilijke doen. Ja. Hoe heet dit? De tabbert. Ja, dat is goed. Nee. Zijn die het voor? Party zei dat hij zijn best moest doen. Dat hij goed na moest denken. Ja. Ja, dat is zo zie je maar weer, hè. Dat zijn jongens. Ging goed. Nou, Opper. Ja, de volgende vraag. Daar komt hij. Wie is de belangrijkste Piet van alle Pieten? Opa Piet. Ja, dat is goed. Oh, ik ben veel te blij, maar dat is een punt voor de meisjes. Jammer. Oma Piet, zei ze, ja. Dat nee, klopt. Niet oma Piet. Nou, Ballon. Otter. Ook niet. Ook niet. Hoeveel vragen nog, Sinterklaas? Nog één. Nog één vraag. Oh. Nou ben ik weer, hè? Ja. Het is ook een stukje intelligentie, hè, hoe je een vraag kunt bedenken. Dat is ja, nou, dat is moeilijk. Maar je moet je niet gaan afleiden door er doorheen te praten. Want dan kan ze niet meer vragen komen. Dan gaat ze naar mij luisteren en dan komt ze nooit op een vraag. Nee. Snapt u wel? Ja. Nou, dat is heel vervelend. Weet je al een vraag? Ja. Daar komt hij, hoor. Op welke dag viert Sinterklaas zijn verjaardag?
Op zijn verjaardagdag. Op zijn verjaardag? Ja, hij is helemaal goed. Is dat goed, Sinterklaas? Ja, dat is helemaal goed. Nou, dan denk ik, punt erbij. Nou komt er een voor jou. Daar komt hij. Daar komt hij. Hoe heet het allerbekendste paard van Sinterklaas? Amerika? Ja, dat is ook goed. Hey, nou, de vraag maak ik te makkelijk, Sinterklaas. Maar nou wil ik wel eens zien hoeveel pepernoten jullie in je hebben. Laat maar zien, Sinterklaas. Dat zijn er veel te veel. Zes. Ja. Zes. Dus, ik denk, het klopt niet wat de Pieter gedaan. Hoeveel vragen hebben we nou eigenlijk gedaan? Zes.